Ja, jammer. Ik had gehoopt dat er misschien, doordat er nu wat duidelijkheid was, dat het wat zou verbeteren. Maar dat gaat echt niet meer gebeuren. Soms gebeurt dat, maar... Ja, nee, soms gebeurt het niet. Je zit overal naast. Nee, ik zit er. Je zit overal naast. Ik voel me gewoon bij mijn strot gepakt. Ja, dit is ook een leugen wat er nou weer zegt. Ik was echt wel flabbergasted. Er is gewoon geen klik. Er is een anti-klik. Oh, daar hebben we er weer één. Maar deze keer klap ik er niet in. Vandaag ga ik terug naar twee zaken waarbij meester Wie tijdens het locatiebezoek samen met het kadaster tot een ware ontdekking komt. De ene zaak speelt zich af in Monster, waarbij het gaat om het recht van overpad en een stuk grond. Wie geeft er tegenwoordig nog wat weg? En laat staan dat je grond weg gaat geven. Dan zegt mijn man, oh, laat maar. Ik zeg, nee, dit laat ik niet. En de andere zaak speelt zich af in Vlaardingen. En daar gaat het om een erfgrens en nog een hele lijst van andere punten. Ik ben zo verdrietig geworden. Ik heb nooit gedacht dat nieuwe buren zo'n impact op mijn leven kunnen hebben. Dat ik daar zo'n verdriet van kan hebben. En ze heeft ook nooit bij ons gemeld dat ze er zo verdrietig van is. Dat vind ik zo triest. Bakker Schalke rijdt al jaren met zijn auto vol met warme broodjes dwars door de tuin van familie Van de Zalm. En hij maakt gebruik van dat recht omdat hij achterom bij zijn bakkerij wil komen. Maar zodra hij met pensioen gaat, bedenkt mevrouw Van de Zalm zich geen seconde, sluit ze het hek en timmert ze de poort dicht. Hij deed die poort hier open en daar kwam de auto dan natuurlijk van zijn... Tuin kwam hier doorheen. Deed hij hem ook altijd netjes dicht. Dan deed hij dicht. Vanwege onze honden die hier altijd liepen. Ja. Dan. Reed hij zo. Ging die auto hier. En dan reed hij hier door. Naar die poort. Naar die poort. We komen hier bij de bakkerswinkel. Waar wij al die jaren het bakkersbedrijf hebben uitgeoefend. En... hiernaast is dan de poort die geeft toegang tot de bakkerij achterom. Dit is dan de toegang tot het bakkersbedrijf zelf. Maar je ziet het zelf al, helemaal geen ruimte om met een auto erheen te gaan. Dus die hebben we op een andere manier opgelost. Hierzo kwamen wij dan met de auto achterom. En hier hebben we... heel lang geleden een erfdienstbereid verkregen. Hij reed dan hier en dan hier altijd langs mijn keukenraam, hier zo. Op een gegeven moment werd papa ziek en die lag toen daar in de woonkamer. Dan is het toch wel heel naar ook, want daar werd hij ook verpleegd. Dan is het wel vervelend als iemand ook altijd langs je ramen rijdt. Dit erfdienstbereid, als die erop blijft, dan weet ik zeker... dat het pand eerder verkocht zou worden. Dit is een hele indruk op je privéleven, absoluut. Dus we gaan er nu in principe voor. We willen die erfdienstbaarheid eraf hebben. In 2003 sloot hij de bakkerswinkel en toen ging eigenlijk alles op slot, de poort en ook zijn poort. Want toen was het, voor ons was het gedaan met doorrijden. We zitten aan tafel en er staat iemand aan de deur te kloppen. En dat was de toenmalige schoonzoon van de familie Van de Zalm. Die kwam ons vertellen dat wij niet meer met onze auto erin en eruit mochten. Ja, het was wel even moeilijk, want dan stond hij daar nog. En toen zei je het wel. Ik zeg, ja, we hebben toch ons recht. Er speelt nog een ander groot probleem. Want in de tuin van familie Van de Zalm ligt een stuk grond van Schalke. En dat wil hij nu terug hebben. Ik dacht... dat het van hier tot ongeveer, wat zullen we zeggen, tot hier loopt, dat stuk. Ja, als wij daar niet meer doorheen mogen, dan kunnen wij dat stukje grond wel weer terug. Nou, dat begrijp ik eigenlijk niet. Nou, daar zijn we het niet mee eens, omdat het al meer dan 50 jaar, nou ja, ik hoor inderdaad wat jij zegt, 50, en het is al 50 jaar in ons bezit. Wie geeft er tegenwoordig nog wat weg? En laat staan dat je grond weg gaat geven. Al is het maar 6, 7 of 8 of 10 vierkante meter, dat ga je toch niet doen? Nou, dit vind ik wel irritant dat dit zo moet zijn. Dit vind ik wel, ja,
Inderdaad. Het had fijn geweest als we in onderling overleg met familie Schalken eruit waren gekomen. Je bent al die jaren met elkaar goed omgegaan. En dat dit dan eens boven kon borrelen, ik heb er geen verklaring voor, absoluut niet. Mijn man was altijd heel behoudend en ik was nogal een beetje fella, wil ik maar eerlijk zeggen hoor. Want als wat was, dan ging ik eventjes gauw. Dan zegt mijn man, laat maar. Ik zeg, nee, dit laat ik niet. Tijdens het locatiebezoek wil meester Reed het recht van overpad zelf ervaren. Dus de poort moet open en probeert hij erachter te komen hoe belastend dat recht van overpad voor de familie van de Zalm is. Oh, ja. Ik hou het nu wel even vast. Ja, ik laat me niet kennen, hè? Die gaat kapot. Zo kunnen we er doorheen. We kunnen er doorheen. Meneer Jansen, ik wil in verband met de erfdienstbaarheid ga ik straks in deze auto kijken of ik die erfdienstbaarheid van weg ook echt kan gebruiken. Ik wil graag dat u hem van binnenuit beoordeelt in verband met de waardering, hè? De overlast die wordt ervaren. De zaak krijgt een rare wending als het kadaster het betwiste stukje grond aanwijst. Het verrassende is dus dat de kadastrale grens... Ik heb daar een merkteken geslagen. Die ligt hier. Die loopt van die spijker. En er zit daar ook een spijker. Ja, we kunnen hem even markeren nog. Hier hebben we een spijker geslagen. Hier. Ja. Hier zit de volgende spijker. Ja. Dit is al sinds de 60 jaren de kadastrale grens. Dus de enclave... hoort kadastraal voorzien bij de familie van de Zalm. Maar de rechter moet natuurlijk uitspraken doen. Maar kadastraal gezien is dit al heel lang de grens. Dus u zegt dat waar ik nu sta, ja, een onderdeel uitmaakt van het perceel van der Zalm? Ja, correct. En niet van het perceel van Schalken? Correct. Het stukje grond blijkt dus altijd van familie van de Zalm te zijn geweest. Dus daar is duidelijkheid over. Maar nu moet meester Reed nog uitspraak doen over dat recht van overpad. Geldt dat recht van overpad alleen maar voor de bakkersauto van Schalken of ook voor de eventuele nieuwe eigenaars? Uitspraak in de zaak van Van der Zalm tegen de familie Schalken. Uw vader, meneer Schalken, heeft een erfdienstbaarheid gevestigd op het perceel van mevrouw Van der Zalm. En hij kreeg een recht van overpad en u verschilt van mening over de inhoud daarvan. En u legt het zo uit dat het niet uitmaakt wat de bestemming van uw perceel is. U blijft uw erfdienstbaarheid behouden. En dit leidt u af uit de zinsnede uit de notariële akte. En die luidt, zowel voor de tegenwoordige bestemming als voor die daaraan in de toekomst gegeven wordt. Echter, uw vader heeft ook heel specifiek in de akte laten opnemen om daarover met een geladen bestelauto te rijden ten behoeve van het bakkersbedrijf. Naar mijn oordeel wijkt deze specifieke tekst zwaarder dan die algemene bewoordingen. En de erfdienstbaarheid is wat mij betreft alleen voor het bakkersbedrijf gevestigd. En toen u in 2003 stopte met de zaak, is ook een einde gekomen aan de erfdienstbaarheid. Mevrouw Van der Zalm, u wordt dus in het gelijk gesteld. Dat is mijn uitspraak en zo zit het. Ik zie dat het huis van de familie Schalken nog steeds te koop staat. Oh, dat is wel sneu, maar ik ga eerst naar de familie Zalm. En kijk, hier zien we het bordje. Timmerman, vroeger aannemer. Ik zie hier niks. Kijk, en dit was dus dat pad waar het allemaal over ging. Hier reed meneer Schalken dus, nou ja, met zijn auto vol met brood langs dit raam. Oh, als je erover nadenkt, is het heel heftig. Langs het volgende raam. Hallo. Hallo. Mag ik binnenkomen? Ja? Lopen we achterom. En dan reed hij dus met die auto langs die ramen. Om hier dan vervolgens, denk ik, ja... door deze poort te gaan.
Even snel kijken. Kijk, en hier had hij dus de bakkerij. En daarom moest hij met zijn auto vol brood er doorheen. Maar ja, dat was natuurlijk niet echt fijn voor familie Van der Zalm. Maar dat is dus verleden tijd. We gaan eens even kijken. Dit is de deur. Hallo. Ach, kijk eens. De deur zit op slot. De deur zit op slot. In onze dag, mevrouw Van der Zalm. Wat ziet u er ontzettend goed uit. Ja? Ja. Want dit is dus de poort waar het allemaal over ging. Hoe was het om die uitspraak te horen na al die jaren? Nou, we waren blij, maar we vonden het ook wel weer sneu voor hun. Ja. Want wij hebben nooit geen ruzie gehad. Nee. En we vonden het altijd hele fijne mensen. Ja. En u vond het sneu? Omdat... Nou, ik kon geen hoera zeggen of wat dan ook. Nee. Ik denk, nee, dat is niet gepast. Maar van binnen had u wel een heel binnen... vrolijk hoeraatje, toch? Ja. Want ik heb ook begrepen dat u weggaat uit dit huis. Ja, ik ga weg. Waar ik nou zit, dat is zo perfect. Zo'n mooi uitzicht. Je nou, bent vertelt al weg. Vertelt u mij er binnen alles over. Ja, is goed. Dat lijkt mij fijn om te horen. Ja, oké. Maar het is ook al helemaal leeg. Ja, ja. Nou, mijn dochter en mijn schoonzoon, die hebben heel hard gewerkt. Want hoe lang woont u er nu al niet meer? Nou, woon ik er ongeveer, het wordt zondag 2 weken. 2 weken? Ja, ja. En dat na 50 jaar, dat is ook wel een grote stap voor u. Ja, dat is even wennen. En hebben jullie nog reacties gekregen op de uitzending? Ze vonden het allemaal erg netjes hier in Monster. De meeste mensen zeggen, nou, dat is zo keurig. Wij hebben het anders gezien, maar dit was heel netjes. Ja, en dat is wel... Iedereen zegt dat, ja. Dat is ook wel leuk om te horen, denk ik. Heel leuk. Dat was fijn om te horen. Ze doen het netjes in Monster. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, ja. Maar wel fijn dat voor de nieuwe bewoners... Ja, hè, mocht dit huis verkocht worden. Ik hoop dat het sneller verkocht wordt dan bij de buren. Want anders, Maar dan weten zij in ieder geval het recht van overpad. Dat voorbij is. Maar staat het ook in uw akte? Ja, dat staat natuurlijk erin dat hij overrecht heeft. Zolang die bakker is natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ja. Dat staat er wel in, ja. Ja. Dus dat moet eruit? Dat moet eruit. Ja. En nou heeft u de rijdende notaris heeft u ingeschakeld? Staken, ja, ja. Zal ik hem er eens bij gaan halen? Ja. En daar is hij. Kijk eens. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Ga ik even hier op de bank. Sylvia van der Zalm. Paul Kluivenberg, de rijdende notaris. Maria van der Zalm. Met de auto gekomen. Oh, wat zeggen, ook met de auto? Ja. Nou, ja. Dat is heel erg. Ja. Nou. Daar zitten we dan, hier. Ja. De bedoeling is dat de akte getekend gaat worden. Die akte, dat is een notariële akte. En dit is naar aanleiding van de uitspraak van meester Riet. Ja. Ja. En door meneer Schalken wordt de akte daarna ingeschreven bij het kadaster. Ja. Ja. En dat betekent dat de erfdienstbaarheid dan niet meer geldt. Ik stel voor dat u dat rustig even gaat doen met de rijdende notaris. Ja. Ja. Ik ga even naar een andere zaak. Ja, u tekent dan. En dan ga ik vanavond kom ik bij Schalken langs en die tekent dan ook. En dan is het helemaal dan geregeld. Dan is het helemaal voor elkaar. Ik wens u het allerbeste. Ik zie u elke week. Oké, okay. Nou zet hem op Paul. Tot ziens. Okay. Ja, bedankt. Dag. Maakt niet uit hier zo, hè? Ja. Mooi, dank u wel. Auw. In Monster is het contact tussen beide buren dus heel erg netjes. Maar in Vlaardingen is de temperatuur tussen beide buren echt gedaald tot het vriespunt. Sari Koch heeft het gelijk al gehad met de buren als zij zich niet eens netjes komen voorstellen als zij naast haar komen wonen. Sari Koch ergert zich ook groen en geel aan de nieuwe erfgrens en aan de afbrokkelende muur. Ik heb in 2011 nieuwe buren gekregen. Zij zijn daar komen wonen, dacht ik, in juli. En dan ga ik op vakantie en ik kom terug van vakantie. Nou, de verrassing was groot. Toen was de haagbeuk al teniet gedaan, zullen we maar zeggen. Ja. Toen wij hier de sleutel kregen, was de buurvrouw er niet. Dus wij hebben ons niet voor kunnen stellen. Nou ja, dat komt dan wel een keer, denk je. Het is vakantietijd in juli, dus nou ja, op een gegeven moment was ze er. En toen, toen reageerden ze nogal vreemd op ons, dat wij ons niet voorgesteld hadden. De haagbeuk wordt verwijderd en er wordt een touwtje gespannen. En het touwtje kwam uit halverwege het scheurtje. Ik zei, nou, ik denk niet dat dat de bedoeling is. Dan hebben we hier het beton, want je hebt nog niet genoeg grond. Dus het beton komt er tussendoor en wat grind. Wij hebben informatie opgevraagd bij het kadaster. Op basis daarvan hebben wij onze erfgrens bepaald.
en onze vijver gegraven op eigen grond. En dat wij daar eens beton voor gebruiken, dat moeten we zelf weten, denk ik. Vervolgens hebben we daarboven een muurtje waar gewoon af en toe een baksteentje uitvalt. En die kan zowel op mijn hoofd of wie dan ook hier in die tuin aanwezig is vallen. Het zijn allemaal een opeenhoping van eigenlijk ergernissen. Je kunt ook, denk ik, van tevoren als je daar komt wonen, je voorstellen en zeggen, joh, we gaan de komende jaren verbouwen. Je zult wel last van ons hebben. Ze is hier nog nooit binnen geweest. Ze komt hier ook nooit binnen. Wij zijn ook nooit bij haar binnen geweest. We hebben er ook gewoon helemaal geen behoefte aan. Het liefst zit ik gewoon hier aan tafel met een stel vriendinnen of vrienden. Met een wijntje, uiteraard. En gezellig. Aan tafel. Denk ik. Ja, dat lukt niet altijd omdat ik me niet meer zo aangenaam en gezellig voel in mijn eigen tuin. In Slot Zeist probeer ik erachter te komen wat er nou misgaat tussen beide buren. Wat ik zie gebeuren is dat jullie eigenlijk zo langs elkaar heen praten. Jullie begrijpen elkaars boodschappen eigenlijk niet. Want ik zie u eigenlijk alleen maar kijken van, maar we hebben het proberen goed te doen. Maar het komt allemaal eigenlijk niet zo over. Je kunt je niet gaan verstoppen achter het feit dat je toen een burn-out had. Nou, waarom niet? Dat is toch, ja, als... Ja, maar dan had je dat toch na een jaar ook kunnen zeggen, of na 2 jaar. Mm-hmm. Waarom na 5 jaar? Maar hoe ziet u het dan? Want waarom begrijpen jullie elkaar niet? Ja, ik weet niet waarom we elkaar niet begrijpen. Ik denk dat we hele conflicterende karakters hebben misschien. Ja, want als mevrouw zegt, ik had het echt heel moeilijk en ik zie het aan haar. Als ja, maar wij wisten niet eens dat ze het moeilijk had. Nee, als je niet weet dat iemand een burn-out heeft, dan... Had dat uitgemaakt, had het gescheeld als u had geweten hoe zij zich voelde op dat moment? Je probeert er rekening met iemand anders te houden, zeker als je buren zijn. Ja. Is dat fijn om te horen? Ja, alleen ik betwijfel of het oprecht is. Oh. Nou, dan houdt het op, ja. Ja. Onze meester Reed reist af naar Vlaardingen en neemt natuurlijk zijn kadastermannen mee. Nou, daar zijn we dan. En de heren van het kadaster natuurlijk. Ja. Hoi, Maarten. Hoe kan ik u hoofd erop zien, is er een jas? Ja, u kunt het goed horen? Ja. Oké, zeg het. Er stond een haagbeuk. Toen hebben de heer en mevrouw Roders hier een schutting neergezet. Die loopt in een vreselijk rare kromme bocht. Hij is niet langs een liniaal getrokken, hè, die schutting? Nee, duidelijk niet. Nou, dus aan de hand van veldwerk zijn we tot de conclusie gekomen dat de erfgrens 16 centimeter uit de rand van het houten schuurtje loopt. 16 centimeter uit de wand van het schuurtje. En dat is nog niet de grens, mevrouw Koch. Dit is paal 1. Mag ik concluderen dat de witte verf de perceelsgrens aangeeft? Mevrouw Koch, deze paal en die paal, die staan voor de helft op uw grond. Dan moet die weg. Ja. Mensen die zich 5 jaar misdragen, die kunnen dan nu ook de pot op. Misdragen en de pot op. Ik vind en dat in één zin. Ja, ik vind het echt... Ik ben zo verdrietig geworden. Ik heb nooit gedacht dat nieuwe buren, terwijl ik hier al heel veel lang en heel lang heel plezier, met heel veel plezier heb gewoond, zo'n impact op mijn leven kunnen hebben dat ik daar zo'n verdriet van kan hebben. Dat vind ik heel erg. Heeft u dat gehoord? Ja, ik heb het gehoord. Ik vind het heel verdrietig dat iemand zo verdrietig kan zijn. Ja. Ja. Echt, en ze heeft ook nooit bij ons gemeld dat ze er zo verdrietig van is. Dat vind ik zo triest. Ik wil even op het balkon komen kijken, want er gaat ook een onderdeel over die muur. Ik wil mevrouw meenemen. Nee. Naar u toe. Nee, mevrouw komt hier niet in. Nee. Komt er niet in? Nee. No way. Doe me een lol. Nee, alsjeblieft niet. Nee. Want 5 jaar zo fout is, daar hoef ik nu niet binnen te treden. Het huis ken ik toch wel, want mijn oude buren zitten daar. En hoe mooi het is geworden, ach, het zal wel. Sari is duidelijk erg geëmotioneerd. Meester Reed onderzoekt samen met bouwdeskundige Jacques van den Berg het muurtje. Er scheurt hier van alles. Ja, dat komt eigenlijk omdat er metalen onderdelen ingemetseld zijn. Die zijn enorm gaan roesten, corroderen doordat er water bij komt. En die worden groter en groter en dat drukt heel die muur. Is dat vanwege het op? Zwelt dat letterlijk op, ja, dat ijzer? Aan deze kant kun je heel goed zien dat het gewoon de dubbele dikte heeft gekregen. Echt? Ja, en dat kan het metselwerk niet aan. En dan krijg je die scheuren langs alle kanten. En heeft hij dit hier dan er iets uitgewerkt? Ja, die stukjes steen die vallen op een gegeven moment uit door wind, corrosie, etc. Kijk, maar er zitten nog steeds wel stukjes die naar beneden kunnen vallen. Wat moet je daar aan doen?
Het veiligste is natuurlijk om de muur af te breken en opnieuw op te metselen. De uitspraak van meester Reed zorgt voor duidelijkheid bij beide partijen over de erfgrens en het afbrokkelende muurtje. Uitspraak in de zaak van Koch tegen Hodes. Bij u beiden is er sprake van een opeenstapeling van ergernissen. En die hebben zich in deze procedure vertaald in een fors aantal vorderingen over en weer. Door u samengevat in de wens rust te willen. Mevrouw Koch, uw ergernis is begonnen met een door hen verwijderde Haag-Beukhaag. Die gaf volgens u de erfgrenzen aan. Maar u weet niet meer waar die Haag-Beuk precies heeft gestaan. En daarom bepaal ik dat de kadastraal uitgezette erfgrens de geldende juridische erfgrens is. Uw schutting staat keurig op eigen grond, maar twee stutpalen staan net verkeerd. Die staan voor de helft op de grond van Koch. En aangezien het hier niet om een gemeenschappelijke schutting gaat, moet u die palen op eigen grond zetten. En dan het muurtje met de losse stenen. Het muurtje hoort bij uw huis. En u moet voor de kosten van herstel opdraaien. Dat is mijn uitspraak. En zo zit het. Zo, nou kijk eens. Ik heb wat meegenomen voor Sari in de tuin. Want ik dacht, nou ja, misschien dat ze na de uitspraak weer kan genieten van een lekker drankje in haar prachtige tuin. Nou, Sari. Wat leuk! Wat ben je bruin! Ja, goed hè? Jeetje, je hebt al veel in de tuin gezeten. Of veel op vakantie. Nee, ik was weer weg. Je was weer op vakantie. Ik was er weer niet bij. Nou, ik ben heel benieuwd hoe het met je gaat. Want je bent gisteravond dus pas teruggekomen. Ja. We hadden niks leukers gevonden dan hier met z'n allen te zitten. Aan tafel en een wijntje drinken op een goede afloop. Want... Dat dacht ik ook een jaar of zes geleden. Ja, van dat, daar gaat het zo om. Zo werkt het niet. Wat ik vanmorgen zag, hebben ze een poging gedaan om de schutting te reconstrueren. Want dat hebben ze gedaan toen jij weg was in die vijf weken? Ja. Want de schutting die stond een paar centimeter, of in ieder geval de palen stonden een paar centimeter op jouw grond. Welke palen waren? Nou, ik heb geen idee of dat verplaatst is. Dat zijn deze twee palen, dacht ik. Maar dat kunnen we natuurlijk gewoon even bekijken, toch, Sari? Mag ik hier eventjes instappen? Ja, want... Zet er geen bolletjes in de grond of zo? Ze hebben hem daar inderdaad opgeschoven. Dat is zichtbaar. Ja. Want dat is dan oké. Okay. Ja. En daar was het grenspaaltje. Ja, dus dat, daar staat het. Daar is het naar binnen gekomen. Maar dan had het hier, naar mijn idee, daarheen moeten gaan. Ja. Dan was ook nog dat afbrokkende muurtje. Daar is niks aan gebeurd. Nee. En daar gaat het eigenlijk om. Ja. Ja. Want dat is gevaarlijk. Ja. Dan hebben we zo'n lekkere setting en dan staan we ons toch weer druk te maken hier om de punten die er nog liggen. Ja, dat is gewoon jammer. Ja, ik ga hem erbij halen en dan ga ik vragen of hij het even komt uitleggen. Ja, gaarne. Mag hij dan in je tuin komen? Ja, dan mag hij. Dan mag hij in je tuin komen. We hebben nog eventueel een extra glas. Ik heb nog een glas. Je hebt nog een extra glas. Nou. Zal ik het alvast halen? Ja, ja. Nee, serieus. Dat is positief, hè? Oké. En als het goed is... Is hier hun achterom. Hey. Hey, Jetke. Hey. Theo, hoe is het hier? Ja, prima. Ja? Lekker rustig, hè? Ja, lekker rustig en is mooi het weer. Hier. Wat hebben jullie gedaan aan de uitspraak? Wat hebben jullie gedaan? Wij hebben de hele schutting gedemonteerd. Dus de hele schutting? Ja, de hele schutting. Van voor tot achter. Ja. Gedemonteerd. We hebben hem gelijk in de lak gezet. En weer opnieuw opgebouwd. Hij is nu kaarsrecht. Hij is kaarsrecht en dat kan je van... Hij zit daar op het punt wat de kadaster gezet heeft. Ja. Hij zit daar op het punt wat het kadaster gezet heeft. En als je daar rechte lijn tussen trekt, dan moet er iets veranderd zijn. Ja. Kijk. Okay. De hele schutting weg. Ja. Dit is het scheurtje van de buurvrouw. Dit is de schutting van de buurvrouw. Nou, je kunt hem niet meer zien. En als de buurvrouw zegt van nou, ik geloof het niet, wat... Ja, dat is haar probleem. Ja. Ik weet zeker dat het goed is. Het kadaster heeft het uitgemeten. Wij hebben het zelf uitgemeten. Ik ben er klaar mee. En dat muurtje, daar hadden we natuurlijk ook nog een punt. Ja, en we hadden afgesproken dat dat in het voorjaar zou gebeuren. Ja. En kun je aangeven binnen wat voor tijd je dat... Binnen nu en drie maanden, dat is het voorjaar, hè? Daar had ik voor de buurvrouw lekker een schaal met tapas meegenomen. En wat... een flesje wijn. Ik dacht van, nou ja... De buurvrouw zei, ik zet er een glas bij voor de buurman, want... Misschien wil die komen. En ook voor de buurvrouw, want die was toen nog niet thuis.
Is dit misschien een opening? Nee, wat mij betreft niet. Niet proberen? Nee. Ja, jammer. Ik had gehoopt dat er misschien, doordat er nu wat duidelijkheid was, dat het wat zou verbeteren. Maar dat gaat echt niet meer gebeuren. Soms gebeurt dat, maar... Ja, nee, soms gebeurt het niet. Zonder buurman? Ja, dat blijkt. Nou ja, dan is dit wat het is. Ja. We hebben het opgelost juridisch. En helaas, het contact tussen beiden hebben we niet kunnen herstellen. We hebben ons best gedaan en jij hebt ook je best gedaan, nog met je glas erbij zetten, maar het is zo. En kan je dat ook van binnen zo voelen, dat je het kan laten? Dat je dan niet toch denkt van ja, maar ik die schutting... Nee. Natuurlijk kan ik dat laten. Ja. Dan ga ik je een hand geven, Sari. We hebben het geprobeerd. Ja, ik weet het zeker dat jullie het hebben geprobeerd. En jullie hebben het goed gedaan. Ik wens je het allerbeste en een hele mooie zomer in je prachtige tuin. Goed? Ja, ik laat je even uit. Goed. Fijn. Maar die wijn die kan nog op, hè, straks. Ja, dat zal ik verzorgen. Au! Je staat me al helemaal op te wachten. Zo hoort het ook. Voor het huis. Ja. Wat goed om u weer te zien. Is alles goed gegaan met mevrouw van der Salm? Heeft de akte getekend? Ja, mevrouw was dik tevreden. En we kunnen straks de andere akte gaan tekenen. Nou, het is wel echt een geweldig grote tuin. Ja, heel groot. Ja, en dit was het dus. Ik had het bij mevrouw van der Salm net al gezien. Daar ging het om. Hier deed u de poort open. Ja. Met de bakkersauto reed u hier zo. Ja, klopt. Lekkere warme broodjes erin en er weer uit. En er weer uit. Zo ging dat. Ja. Voor u natuurlijk perfect, want u heeft geen achterom. Nee. Maar voor mevrouw van der Salm, ja, ik zie het nu, was het natuurlijk... had het een impact, hè? Best wel. Maar het ging altijd in een goede harmonie. We maakten er geen misbruik van. We gingen echt niet meerdere keren op een dag erin en eruit. Nee. Dus... Nou, het is in ieder geval fijn dat voor de volgende bewoners die dat huis kopen, dat het eraf is. Dat het eraf is, zeker. Ja. U was toen heel erg bang dat het een waardevermindering zou zijn voor uw huis. Hoe denkt u er nu over? Ik heb het met mijn makelaar erover gehad, maar die zei ook van het zal denk ik daar niet zoveel invloed op hebben. Nee. Nee, te meer omdat er misschien een mogelijkheid is om later met een auto hier toch nog op het erf te komen. Via een andere toegang. Huh? Na 50 jaar komen we tot die conclusie. Waar is die uitgang dan? Ja, dat moet gebeuren, want het gemeentehuis gaat weg hier zo. Oh, dat zou eventueel in de toekomst... Ja. Dus, over een jaar of 20? Dan heb je waarschijnlijk een ontsluiting hier krijgen. Ah. Ja, het is nu al, de plannen worden al gemaakt en er wordt druk over gepraat. Nou ja. Dus dat gaat wel gebeuren. Nou, hartstikke goed. Ik denk dat dit het moment is waarop jullie kunnen gaan tekenen. Heel goed. Kunnen los. Graag hieronder, meneer Schalken. En terwijl meneer tekent, is het toch wel even goed te vragen. Want dat gebeurt niet vaak, toch? Dat het recht van overpad er van af kan. Nee, het gebeurt niet zo heel vaak. Het is vaak ook nog handig voor toekomstige bewoners om er gebruik van te maken. Alleen in uitzonderlijke situaties, als er geen bestemming meer is zoals die destijds is bedoeld. Ja, zoals de bakker in dit geval. Precies, ja, dan is het een ideale manier om er vanaf te gaan, zeg maar. Maar inderdaad, het komt niet zo heel vaak voor. Kijk, dan is het hier toch weer heel mooi opgelost. Ik ben er blij mee. Zo kan het ook. Ja. Dank u wel. Gefeliciteerd met afstand. Terwijl zij elkaar feliciteren, zou ik zeggen, heeft u nou ook een conflict? Komt u ergens samen niet uit? Bel of mail ons dan, want wij lossen het heel graag voor u op. Ik ga u een hand geven. Ik wens u het allerbeste. Tot de volgende keer. Ja. Dit was de Rijnrechter. Wordt vervolgd. Tot gauw. Het kadaster heeft het uitgemeten. Wij hebben het zelf uitgemeten. Ik ben er klaar mee. Oké. Okay. Ja.